trije halve sterrentocht nieuwt in Friesland, waarbij het de deelnemers genieten kon van het mooie waar. Van kuiders, van roeiers en voor oldtimers wien de tochten. Alleen nog bij de roeiers ging het om een wedstrijd. Voor oren is het vooral het maaidwaan of zelfs het uitrieden. Ik kwam op terug, ik ben verstopt. Een vuiltje in de benzineleidingen. En dan straait en dan loopt hij weer. Dus we kunnen weer verder. 101 jaar oud, hè. Hoe verloopt de dag tot nu toe? Prima. Geweldig. Het is de eerste keer dat hij stopt. Dus we hebben nu zo'n kleine 100 kilometer gereden, denk ik. En nou is de eerste keer dat hij stopt. Kan, hè. Auto die 101 jaar mag wel wat aan markeren. U bent op weg naar? Waar gaan wij heen? Ja, wij rijden de Elfstedentocht. Ja. Maar wij komen van Limburg, dus ik weet eigenlijk ook niet precies waar u heen gaat. We volgen met het routeboek. Wat perfect georganiseerd is, moet ik zeggen. Dus een prima rit. De Elfsteden Oldtimer Rally, die doet voor de 30e keer. Die in zo'n 600 auto's en motors mei, al jaar ouder als 1950. Goed zo'n 100 van de 1000 deelnemers hebben in 5 dagen alle halve sterren bedeld kuieren. Ze kwamen na 5 dagen in Ljouwertoorn. Wat wie het zwierste stik nou? Nee, Frensier daar. Waarom? Omdat er best al heel snel Frensier in, alleen er was nog een heel herinnering voordat het uiteindelijk oude stempel in meest. Ja. Dus maar de foto? Nou, dat is het helemaal net waar. Ik roenij begin te denken dat het nog eerder. Ja. Ja. Wat wie het zwierste stik? Het zwierste stik? Nou, ben je dat zelfs? Dat ik. Maar nee, ik kom verder prima. Prachtig waar. De warmte misschien meer dan. Daar heb je meer les van. Bij de roeiers kwamen Frans van der Steen, Jan Bas van Noord en Yvonne Terpstra. Maar haar boot uit Engwirden, het Jervingen, als eerst door de finish. In zandje oeren en 28 minuten. Zij voelden het dreig. Ja, het is hartstikke dreig. Het is soms weer amper sliepen. En elke keer weer toch, maximaal keer. Dus de spieren zijn nou echt stief. Dus, hoe doe je dat? Ja, volle trainen. En elke dag eigenlijk trainen. Ien oeren. En dat hier lang. En dan kan het wel. Ja, daar hoort Engeland ook bij.